Welkom bij deze film gemaakt door Stichting DSTT. Deze film gaat over wat vaak foutief verhoogde pompfrequentie genoemd wordt. De verhoogde pompfrequentie bij een DS is eigenlijk een foutieve naam, want de hydraulische pomp staat altijd te pompen. Maar na de hydraulische pomp is er een drukregelaar met een voorraadbol en afhankelijk van de druk gaat de olie die de pomp levert of gewoon retour naar het vat. Maar zodra de druk in het primaire circuit te laag is geworden, slaat er in deze regelaar een klep om en dan gaat de pomp LAM pompen naar het voorraadvat of de voorraadbol, zodat de druk in het primaire circuit toeneemt. En de tik die je dan hoort wordt vaak verward met aanslaan van de pomp. En als die tik nou heel frequent is, dan is dat een teken dat er interne lekkage in het systeem is. We houden eigenlijk vaak aan dat als de tik 1 keer per 30 seconden te horen is, dan heb je eigenlijk een zo goed als nieuw systeem. Ook een tik om de 20 seconden is nog heel mooi, maar als de tik vaker dan elke 10 seconden te horen is, dan adviseren wij om toch te gaan kijken wat er aan de hand is. Nou, wat kan er nou aan de hand zijn als je die tik te vaak hoort? Ten eerste kan het zijn dat de drukregelaar en de voorraadbol niet goed werken. Want je kan je voorstellen dat als in die voorraadbol veel te weinig gasdruk zit, dat na een heel klein beetje pompen de druk al zo hoog oploopt dat de pomp om kan slaan of de regelaar om kan slaan en de olie weer terug laat leiden naar het vat. Dus dat is bij een verhoogde zogenaamde pompfrequentie de eerste analyse die wij moeten doen. Kijken of er voldoende druk zit in de voorraadbol. In theorie kan ook die drukregelaar versleten zijn, waardoor die bij verkeerde drukken schakelt. Maar in de praktijk komt dat maar heel zelden voor. Dus als eerste in de analyse gaan we de voorraadbol testen en eventueel op druk brengen. Als dat nou niet de oorzaak van het probleem is, dan moet er eigenlijk verderop in het circuit een probleem zitten. Eigenlijk moet het dan zo zijn dat er te veel olie verbruikt wordt door alle systemen in de auto, zodat er steeds weer bijgevuld moet worden. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan een interne lekkage van het stuurhuis, een interne lekkage van een hoge drukregelaar of van elke andere hydraulische component een interne lekkage. En dat is de tweede fase die wij straks gaan doen bij de analyse van verhoogde pompfrequentie. Hier zie je het hydraulische schema van een DS. Let goed op, er bestaan verschillende schema's voor verschillende uitvoeringen van de DS. En het komt een enkele keer ook nog voor dat een schema bij de DS in de werkelijkheid net iets anders is dan het schema in het handboek. Citroën is nooit zo heel erg zorgvuldig geweest bij het bijhouden van zijn schema's. Toch is zo'n schema goed te gebruiken. En in het schema zien we dan weer hier de hoge drukpomp, hier de drukregelaar en hier het voorraadvat en daarna alle verbruikers. Nou, als nou die drukregelaar en zijn voorraadbol in orde zijn, heb ik net al uitgelegd, dan moet er dus een verbruiker zijn die te veel olie gebruikt. En dat kan in feite elke verbruiker zijn, maar het meest voorkomende is het stuurhuis met interne lekkage. En hoe kunnen we dat nou gaan differentiëren waar het aan ligt? Nou, een heel veel gebruikte methode is om de componenten één voor één te ontkoppelen.
En dan steeds te kijken wat de pompfrequentie dan is. En dan kan je daardoor erachter komen welke component de grootste invloed heeft op die zogenaamde pompfrequentie. Er zitten aan die methode ook nadelen, want dan moet je elke keer het hele systeem drukloos maken, vrij veel sleutelwerk doen om een component af te koppelen. En in de praktijk blijkt dan dat je er soms ook wat lucht in het systeem brengt. En dat kan soms de eerste half uur de pompfrequentie beïnvloeden. Dus dan denk je dat je door een component los te koppelen ineens een heel groot verschil hebt. Maar dat komt eigenlijk omdat de boel los is geweest. En dat geeft dus soms een valse uitkomst. En daarom zullen wij in deze film een hele andere methode gaan uitleggen dan wat meestal uitgevoerd wordt. Namelijk, alle componenten hebben een retourleiding. Een retourleiding die maakt dat de olie die niet meer gebruikt wordt teruggaat naar het voorraadvat. En zoals je kan zien zijn er een heleboel verschillende retourleidingen. En elke retourleiding is verbonden met een enkele component of met een groep componenten. En door nou één voor één die retourleidingen los te koppelen en bij draaiende motor te kijken hoeveel olie daaruit komt, kan je ook gewoon heel goed bekijken wat het verbruik is van die component. Want in principe, als de componenten nieuw zijn, verbruiken ze bijna geen olie. Dus dan zou er alleen maar wat druppeltjes olie uit zo'n retourleiding moeten komen. En zodra daar een groter volume uitkomt, weten we dat de groep van componenten, of het ene component waar die retourleiding vandaan komt, de boosdoener is. Nou is natuurlijk de vraag, wat voor LAM-stroom mag je wel en welke LAM-stroom mag je niet accepteren bij een bepaalde component. En daarom heb ik wat rekenwerk gedaan. En bij een goede voorraadbol en bij een goede drukregelaar kan je uitrekenen dat één keer de tik, dus de periode tussen één keer een tik, betekent dat er dan 32 cc LAM verbruikt is. Nou, dan kan je natuurlijk doorrekenen en dan komt erop neer dat bij een foutief genoemde pompfrequentie van 10 seconden, dus elke 10 seconden een tik horen, dat er dan 190 cc per minuut verbruikt wordt. En bij een zo goed als nieuw systeem, bij een tikfrequentie van 30 seconden, er maar 64 cc per minuut gebruikt wordt. Nou, dit kunnen we als richtgetallen nemen om straks de metingen te gaan doen. Dus stel nou dat er een bepaalde component 150 cc per minuut aan retour LAM geeft, dan kan je eigenlijk wel zeggen dat die component behoorlijk versleten is. Maar als nou een bepaalde component maar 50 cc per minuut afgeeft, dan kan je eigenlijk zeggen van nou, die is nog zo goed als nieuw. Dus op deze manier gaan we straks de metingen uitvoeren. We gaan nu beginnen met de voorraadbol te testen en daarvoor moet die gedemonteerd worden. En daarvoor moet ik eerst het systeem drukloos maken. Nou, helemaal in de diepte zit deze drukregelaar en voorraadbol. Dat kunnen we niet zo goed filmen, maar drukloos maken doe ik door dit boutje met kop 12 een kwartslag los te draaien en dan is het systeem drukloos. Nou even werkelijk in de diepte, sleuteltje 12 erop en kwartslag los en het systeem is drukloos. We kijken nu onder de auto en hier zie je een beetje in de diepte de voorraadbol zitten. Nou, die moeten we zo meteen losdraaien. Soms zit hij wat vast en dan heb je een klein beiteltje met een hamer nodig om een tik te geven. Maar het lastigste daarna nog is, als die los is, om er tussenuit te halen. En soms is het dan ook nodig om het motorblok, de linker motorsteun, los te halen. En het motorblok een klein beetje met een stempel omhoog te duwen, omdat hij er
niet, dan niet tussenuit wil. Maar we gaan eerst eens even kijken of het zo wil bij deze auto. Deze bol zit toch net iets te vast om met de hand los te draaien. En daarom gebruik ik een pneumatisch bijteltje. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een handbijtel met een hamer nemen. Om hem een klein tikje te geven om los te komen. Ik bleek toch net iets te weinig ruimte te hebben om de bol eraf te schroeven. En daarom heb ik met een stempel een klein beetje het motorblok omhoog geduwd. Even de bol testen die eronder vandaan komt. Nou, die heeft een initiaal druk van 55 bar. Dat is gewoon een mooie druk. Dus daar zit het probleem niet. En we zullen met de analyse verder moeten gaan. Nu moet ik uiteraard het systeem weer op druk brengen. Dus even met draaiende motor die ontlastschroef dichtdraaien, zodat het systeem op druk komt. De retourleidingen die komen hier onderaan het voorraadvat uit en bij een hydrauliek ook nog twee bovenaan het voorraadvat. En daar moeten we dus gaan kijken, door ze één voor één los te halen, hoeveel LAM daar doorheen stroomt. Maar als je nou in het schema kijkt, zie je dat de retour van de treiterslang, dus dat is de retour van de drukregelaar waar altijd olie doorheen loopt, en de retour van het stuurhuis op hetzelfde slangetje aangesloten zitten hier onderaan het vat. Dus als ik die loshaal, zal daar altijd een grote stroom doorheen komen. En daarom moet ik de retour van het stuurhuis onderaan de auto even apart los trekken om te kijken wat daar gebeurt. Dus daarom gaan we nu eerst onder de auto werken. Hier zien we de onderkant van het stuurhuis en daar zien we hier twee leidingen komen. En voor ons nu de rechter, dus aan de voorkant van de auto, is de drukleiding. En de linker voor ons, dus de achterkant van de auto, is de retourleiding. En die leiding, die moeten we volgen. En die gaat hier volgen zo en dan komt hij uit bij dit T-stukje hier zo. En daar ga ik hem nu loskoppelen en de ene kant van het T-stukje afdoppen en het slangetje wat dan van het stuurhuis komt kijken wat voor flow LAM daaruit komt met draaiende motor uiteraard. Ik heb de slang naar het stuurhuis, de afvoerslang van het stuurhuis, losgekoppeld. Daar heb ik eventjes een buisje aangedaan om te verlengen dat ik straks iets makkelijker de opbrengst kan zien. En waar die vanaf kwam aan het T-stukje heb ik gewoon even een slang met een stopje eraan gezet en met een paar slangklemmetjes vast, zodat het daar niet gaat lekken. Want zoals ik net al zei, daar doorheen komt ook de retour van de hoge drukregelaar en dat is een grote flow. Hier zien we, omdat ik hem verlengd heb, de retour van het stuurhuis. En je ziet, daar komen maar druppeltjes tegelijk uit. En ik heb er net al verteld van, nou, als het om 100 cc per minuut gaat, dan wordt het echt serieus. Nou, hier komt dus bijna niks uit en dat betekent dat het stuurhuis goed is. Let op. Zodra je natuurlijk gaat sturen, dan zal hier een enorme straal uitkomen. Als je nou niet goed onder de auto kan werken, is er een andere manier om het stuurhuis te testen. En dat is namelijk door het stuurhuis af te doppen en dan te kijken wat dat voor invloed heeft op de pompfrequentie. Dat is best nog wel een klusje, want daarvoor moet je om te beginnen het spatbord links eraf halen. Dan moet je de accu eraf halen. Dan moet je de accubrok losmaken. Dan moet je met startkabels een constructie maken, zodat je toch weer spanning van je accu op het systeem krijgt, zodat je de motor kan laten lopen. En dan kan je volgens deze foto een voedermaat tussen de aanvoerleidingen van naar het stuurhuis doen, zodat het stuurhuis afgedopt is. Als je dat dan afgedopt hebt en het systeem weer op druk gebracht hebt, kan je de motor starten en kijken wat dit voor invloed op de pompfrequentie heeft. Wat weten we nu?
We weten nu dat de voorraadbol in orde is, dat het stuurhuis in orde is en de derde in volgorde van vaak voorkomende interne lekkage zijn de hoogteregelaars. Dus die moeten we nu gaan testen. In het schema ziet het eruit dat de hoogteregelaars een aparte retourleiding naar het drukvat hebben. Maar toen ik hier onder de auto de leidingen goed bekeek, bleek dat niet zo te zijn. En daarom moet ik nu het voorscherm en het linker binnenscherm eraf te halen om echt bij de hoogteregelaar te komen om deze te testen. Linker spatbord is eraf, dat hebben we in andere films ook al laten zien. En nou moet dit binnenschermpje eraf, die zit vast met twee parkertjes hier en hier met 3 en 5 boutjes. Het binnenschermpje is er nu af en nu zien we hier van het linker voorwiel de voorwielophanging met de draagarmen. Maar waar het me nu om te doen is, is dat hier de hoogteregelaar zit. En aan die hoogteregelaar zitten 3 leidingen. Onder zit een leiding die gaat naar de veerbollen. Deze leiding, de linker, is de drukleiding, is de aanvoerleiding. Maar die rechter, hier zo, dat is de retourleiding. En waar we nu achter willen gaan komen is, als de auto, de motor draait, de auto in rijstand staat, hoeveel olie er uit die retourleiding lekt om te kijken of daar het probleem in zit. Wat ik ga doen is gewoon deze wartel zo meteen hier losschroeven, deze leiding afdoppen en in dat gat wat ontstaat even een extra leiding plaatsen. En dan kan ik kijken wat is de retour uit deze hoogteregelaar. Maar wat nou ook makkelijk is, als ik die leiding hier volg, hè, die retour, dan zien we dat hier de retour van de achterste hoogteregelaar vandaan komt. En als ik die volg, dan zien we dat er hier een verdeelblokje of een verlengblokje zit, waar dus de retour van de achterste hoogteregelaar bij komt. Als ik die losdraai aan de kant van het vat afdop en de kant van de druk van de hoogteregelaar ook weer een bakje eronder zet, kan ik hier dus ook kijken wat de interne lekkage van de achterste hoogteregelaar is. Dus hier kunnen we 2 hoogteregelaars in een kleine moeite tegelijkertijd testen. Voordat je nou aan die leidingen gaat schroeven, moet je zorgen dat het allemaal een beetje schoon wordt, want anders loop je risico dat je vuil in het hydraulische systeem inbrengt. Dus daarom spuit ik het allemaal even netjes schoon met remreiniger, zodat er straks geen viezigheid in het systeem komt. De hoogteregelaar heeft ook nog een lekleiding waar maar druppeltjes uitkomen. Die haal ik er eventjes eerst af. Die moeten we straks ook nog gaan testen hoor, wat daaruit komt. Maar die haal ik er nu even af om ruimte te maken. En dan kan ik nu met een leidingwartelsleuteltje deze leiding gaan losdraaien. Om nou deze leiding, die ik dus hier vandaan los heb gehaald, af te doppen, heb ik gewoon uit mijn sloopbakken een T-stukje, of ik kan ook een rechtstukje genomen, 2 oude leidingen dichtgesoldeerd en erin gedraaid. En dan hebben we dus eigenlijk gewoon een dopje gekregen op deze manier. Dat moet je dus eventjes maken en dan kan ik op deze manier deze leiding afdoppen. Wat we nu zien is dat ik de retourleiding van de achterste hoogteregelaar losgekoppeld heb van dit blokje en daar een slang aan gekoppeld heb. En ik heb hier dit blokje, het dan loze gat, even een klein dopje ingedraaid. Dus deze zwarte slang geeft nu de retour van de achterste hoogteregelaar. Hier heb ik de voorste hoogteregelaar, heb ik op de retour heb ik een extra leiding gezet en de oorspronkelijke leiding die op de retour van de hoogteregelaar zat, heb ik een dopje op gedaan. Dus deze extra leiding geeft nu de retour van de voorste hoogteregelaar aan. Hier zie je de 2
leidingen, de twee retouren nu van de voorste, dat is deze, en van de achterste, dat is deze hoogteregelaar. We hebben draaiende motor, we hebben de auto in rijstand staan. En nou wil je weten hoeveel retour komt eruit. En wat je ziet is dat eigenlijk bij allebei er zo nu en dan een druppeltje uitkomt. Dus dat er eigenlijk geen noemenswaardige interne lekkage is. Wat op zich wel grappig was, daarnet heb ik de auto in de hoogste stand gezet en hem daarna laten zakken. En dan zie je natuurlijk dat er door die retouren allebei echt een hele grote straal komt. Wat we nu gaan doen is de prioriteitsklep testen. Dit is de prioriteitsklep en als die inwendig heel veel lekkage heeft, zou die ook een bron van te veel LAM verbruik kunnen zijn. Eigenlijk de lekkage voor die prioriteitsklep kan alleen maar komen bij de lekleiding. Dus als we de lekleiding hier eraf trekken en hier kijken naar het tuutje, kunnen we kijken hoeveel daaruit lekt. Nou, ook dat is maar zo nu en dan een druppeltje. Dus ook dat is niet de oorzaak bij deze auto van de verhoogde interne lekkage. Nu moeten we gaan testen of er een grote lekkage langs de veercilinders is. Nou zien we hier de retourleiding vanaf de veercilinders. Dat is dus eigenlijk de leiding die van de lekzakken afkomt. En dit is de leiding die van achter afkomt. En die leiding moeten we nu even helemaal gaan volgen tot aan het voorraadvat om te weten welke leiding op het voorraadvat de verzamelleiding is van de veercilinders. Ik heb die leiding gevolgd en gezien dat deze voorste leiding dat de verzamelleiding van de lek voor de veercilinders, dus van de lekzakken af is. Dus die ga ik nu losmaken, daar weer een slangetje op zetten, de auto weer op zijn wielen zetten in rijstand en dan ga ik kijken of er daardoorheen met draaiende motor een grote flow is. De retourleiding van de lekzakken, dus de lek door de veercilinders, kan je duidelijk zien, daar komt eigenlijk niks doorheen. Dat is ook hoe het hoort te zijn. Dus dit is niet de veroorzaker van ons probleem. Nu moet ik gaan testen of de hoge drukregelaar wel goed functioneert. In feite of de inslagdruk en de uitslagdruk in de goede waardes zitten. Want als de in- en uitslagdruk heel klein beetje maar van elkaar vandaan zitten, dan zal de drukregelaar ook extra vaak in gaan slaan. Dan kan je natuurlijk een manometer gaan zetten op de hoge drukregelaar waar de uitgaande leiding eruit komt, maar dat zit helemaal onderin in de diepte van het motorblok. Dus daar kom je niet zo goed bij. Ik heb die leiding gevolgd vanaf de hoge drukregelaar en dan komt die hier uit. Dit is dus de hoge drukleiding met de systeemdruk. En hier kan ik natuurlijk wel een manometer op gaan zetten. Ik schroef hem hier gewoon eventjes los, dop dan het overgebleven gat van de prioriteitsklep los en kan op deze leiding een manometer zetten. Uiteraard moet ik nu, omdat ik het hoge druk systeem los ga halen, eerst de ontlastschroef even opendraaien. De manometer is nu aangesloten op het primaire circuit. Dus direct op de uitgang van de hoge drukregelaar. Alle andere verbruikers zijn uitgesloten. En ik heb de ontlastschroef niet helemaal vastgezet. Want als ik de ontlastschroef helemaal vast zou zetten, zou de druk eenmalig naar 170 oplopen. En omdat er geen verbruikers zijn, zou die daarop blijven. Maar nu heb ik iets interne lekkage gecreëerd in de hoge drukregelaar. En je ziet dat de druk mooi pendelt tussen de 140 en de 170 bar. En dat is precies ook wat het werkplaatshandboek voorschrijft. Dus we kunnen concluderen dat
de hoge drukregelaar gewoon goed functioneert. Nu ga ik de remservo testen. Dat doe ik door de hoge drukleiding die naar de remservo gaat los te koppelen. Kijk, hier komt de hoge drukleiding van de systeemdruk aan en die gaat door het verdeelblokje naar de remservo. Als ik deze nippel nou losdraai en allebei de kanten afdop, dan sluit ik de remservo af en kan ik kijken wat dat voor invloed op de pompaanslagfrequentie heeft. Wat ik nu gedaan heb, is deze leiding losgekoppeld, hier een stopje ingezet en dat maakt dat ik alleen de remservo heb afgekoppeld en verder alle hydraulische componenten werken. En nou wil ik gaan kijken of dit invloed heeft gehad op mijn pompfrequentie. Door de remservo af te koppelen is de inslagfrequentie van de hoge drukregelaar nu ineens van elke 10 seconden naar anderhalve minuut gegaan. Hieruit kunnen we concluderen dat de remservo de belangrijkste interne lekkage geeft. Hebben wij je geholpen met deze film? Je helpt Stichting DSTT met een donatie, zodat wij verder kunnen gaan met onze activiteiten. Bedankt voor het kijken.